leeftijd met gesproken. Mijn twee kinderen zijn ook allebei het huis geplaatst, onterecht, door de William Schikker Stichting Jeugdbescherming Jeugdzorg Nederland. Veilig thuis. In Nederland kan iedereen zijn telefoon pakken. En na een ruzietje met de buren kan je gewoon eventjes naar veilig thuis bellen. En een melding maken over je buurvrouw als wraak. En kinderen worden gewoon zonder enig gedegen onderzoek het huis geplaatst. Families worden uitgebuit, families worden kapot gemaakt. Onze kinderen zijn verdienmodellen van de staat. Een babytje van 4 maanden, mijn dochtertje namelijk. Hè? Want ik denk dat 3/4 van de mensen hier kinderen heeft. Want ik zie ook kinderwagens staan, terwijl mensen aan het bollen zijn. Nou, mijn dochtertje is met 4 maanden aan de borst meegetrokken. Door politie en jeugdzorg. En ik heb al een maand lang niks vernomen. Van mijn dochter. Waar ze is, hoe het met haar gaat. Of ze eet, of ze drinkt. Ik weet helemaal niks. Waarschijnlijk is mijn dochter al 20 centimeter gegroeid. Dat zal ik haar niet eens herkennen. Daarvan mijn zoon, die seksueel misbruikt is. En mishandeld is in pleeggezinnen. Van het leger des hels. Die heb ik ook al 3, 4 maanden niet meer gezien. En elke keer als ik de voogd aanspreek of de gebiedsmanager, krijg ik te horen: we hebben nog niemand gevonden die jou verder kan helpen met het traject met je kinderen. Maar mijn kind wordt wel uit huis geplaatst omdat er wordt gezegd dat er onvoldoende toezicht is. Hoe kan er onvoldoende toezicht zijn als ik dagelijks bel naar jeugdzorg om te vragen waarom mijn dochter onder OTS staat, terwijl hun nooit langskomen of naar de vragen? Weten jullie het? Ik weet helemaal niks. Het enige wat ik weet is dat het zo corrupt is als de pest. En dat iedereen een akkoordje met elkaar spant. En ja, probeer een ambtenaar maar aan te klagen om te wijzen dat ze fout bezig zijn. Die mensen hebben zo'n arrogantie van hun machtsposities. Die maken zoveel geld. 8 à 9.000 euro per uithuisplaatsing van een kind. 45.000 euro per jaar aan een kind. Denk je dat hun onze kinderen terug willen geven? Gaat dit in het belang van het kind in Nederland? Het belang van het kind bestaat niet meer. Het kinderrechtenverdrag wordt overschreden. Nederland schendt de kinderrechten. Word wakker. Nederland schendt kinderrechten. Toevallig kwamen wij erachter toen we die dame daar aan het bijstaan waren bij een zitting om haar dochter terug te krijgen, die ze achteraf alsnog, wat we al dachten, hebben verloren, dat haar gebiedsmanager ook nog eens mijn gebiedsmanager is. De wereld is klein. Dus die zag ons natuurlijk, om haar steun te betuigen, in die rechtszaal zitten. Denk maar niet dat ze er blij mee was. Maar die vrouw, die is zo verschrikkelijk sneaky en die heeft zo verschrikkelijke enge, gemene lach. Dat kan je een beetje vergelijken met Rutte die daar binnen zit. Dat ze toen ze de zaak gewonnen had van haar, dat ze lachend uit die rechtszaal kwam. Lachend. Hoe kan jij met zo'n sneaky lach van... lachend de rechtszaal uitkomen, dat ik echt mijn handen beginnen te branden en denk van... wat ben je eigenlijk voor... nou ja, laat ik het maar binnenhouden, maar in ieder geval, zo werkt de jeugdzorg. In je gezicht lief, maar achter je rug om, kan je eigenlijk al gewoon weten dat je kind voorgoed kwijt bent. En als je nog een keer zwanger wilt worden, want ik en mijn partner hadden nog een zwangerschapswens, wij hebben besloten om dat niet te doen. Omdat, niet omdat we slechte ouders zijn, maar omdat we bang zijn dat wij gewoon weer een kind maken, niet voor onszelf, maar voor de staat. En daar passen wij voor, want wij willen een kind voor onszelf, omdat wij een kind zelf wensen. En niet om het uiteindelijk te strikken aan de staat.